Ja, Els, bij mij staat minister van Werk Peters, vicepremier voor CD&V. U zegt, meneer Peters, iedereen wint hierbij, ook de burgers, maar wat mensen vooral zullen onthouden, is dat ze meer gaan betalen. Hogere btw op elektriciteit, hogere accijnzen. Maar ik hoop dat zij zeker zullen onthouden dat nu er meer garanties zijn om een job te behouden. En diegenen die geen job hebben, dat zij ook aan werk kunnen geraken. Dat is de boodschap die we willen uitdragen. Daarvoor hebben we een taxis van meer dan 7 miljard beslist. En ik hoop dat dat bij de mensen meer blijft hangen dan het andere. Maar de mensen zullen een rekening maken en zeggen we moeten weer meer betalen. Wel, wij hebben maatregelen getroffen in zaken btw elektriciteit, maar wij hebben ook maatregelen getroffen naar de verhoging van de koopkracht, dat wil zeggen de belasting op het arbeidsinkomen en andere belastingen. En dat is heel belangrijk om dat nu op een goede manier te communiceren, zodat de mensen weten, ik doe een bijdrage om jobs te creëren. Dat heeft een bepaalde prijs, maar die prijs wordt gecompenseerd omdat men in domeinen zoals de personenbelasting en op andere zaken ook geld insteekt. Maar gepensioneerden en uitkeringstrekkers gaan ook meer moeten betalen. En bij hen wordt dat niet gecompenseerd natuurlijk door een belastingverlaging. Dat geldt voor wie werkt? Wel, maar daar is verder werk nu om een sociale correcties ook aan te brengen voor mensen die dat niet werken, maar die bijdragen voor de financiering. Gaan zij er niet op achteruit gaan? Dit is een opdracht waar wij nu alles uittekenen, zowel hoe dat we die koopkrachtsmaatregelen concreet maken en hoe dat we ook sociale correcties aanbrengen om ervoor te zorgen dat diegenen die dragen ook maximaal kunnen genieten van de verhoging van de koopkracht. Er komt bijvoorbeeld een speculatietax op aandelen, maar zeggen critici, de grote vermogens blijven buiten schot. Er komt ook geen hogere belasting op huurinkomsten, iets waarvoor u fel had gepleit. Ja, we hebben fel gepleit voor een aantal bijkomende maatregelen in dat luik kapitaal. Of vermogenswinstbelasting zit er eigenlijk ook niet in. We hebben Caymantax, we hebben een aantal andere maatregelen. Het is natuurlijk altijd met vier partijen dat men akkoord moet hebben. Maar ik kan u zeggen dat er een bijdrage is van 1 miljard vanuit de derde pijler. En dat is denk ik een serieuze bijdrage. Vanuit kapitaal, zegt u? Vanuit kapitaal, met Caymantax, met een aantal andere maatregelen, speculatietax enzovoort. Het is een evenwicht omdat wij ook natuurlijk bezorgd zijn dat wij onze economie verder stimuleren en niet ontmoedigen. Het gaat toch om jobs te creëren, zei u daarnet. De bedrijven krijgen een forse lastenverlaging. Maar zegt bijvoorbeeld de Socialistische Vakbond, er is geen enkele garantie dat er jobs bijkomen. Wij kunnen de jobs zelf niet creëren. Dat moeten de ondernemingen doen. Die leven in een economisch veld waar natuurlijk zij dag en nacht moeten werken. En het is aan hun om nu aan te tonen dat met deze heel omvangrijke techshift van 7,2 miljard, waar een heel belangrijk deel gaat naar de competitiviteit, naar het verbeteren van de concurrentiepositie van onze ondernemingen, met in het bijzonder de verlaging van de loonlast, dat zij nu ook zeggen, goed, met deze pakketten, met deze maatregelen, zullen wij nu ook bijkomende aanwervingen doen. De bal ligt in het kamp van de bedrijven? Ja, ik denk dat met deze techshift deze regering gedaan heeft wat zij beloofd heeft voor de zomer een techshift, zeer belangrijk, en dat het nu aan de ondernemingen is om aan te tonen dat met deze maatregelen er bijkomende jobs kunnen gecreëerd worden. Slotsom, je hebt een aantal dingen, zei u zelf, niet binnengehaald. Hogere belasting op huurinkomsten, vermogenswinstbelasting. Is dat dan wel een evenwichtig akkoord voor u? Ja, zeer evenwichtig. Want kan u zeggen dat andere partijen rond de tafel ook lijstjes hadden. En die hebben ook niet alles binnengehaald. En dat is eenmaal hoe politiek en beleid werkt. Iedereen probeert het onderste uit de kant te halen, maar het is een compromis. En dit compromis is zeer eerbaar voor alle partijen. Bedankt, minister van Werk Peters.